Ik ben Wieke Verbeek. Ik ben sinds 2014 werkzaam als maagdarmleverarts hier in het Anthony van Leeuwenhoek. Als maagdarmleverarts heb je verschillende taken. Dus ik verricht zowel endoscopieën en ook endoscopische behandelingen. En specifiek behandel ik ook patiënten met neuroendocrine tumoren op de poli en begeleid ik ze. Lijkt toch in de klieren te zijn gaan zitten. Een neuroendocrine tumor is een heel zeldzaam type kanker dat door het hele maag-darmkanaal kan ontstaan. Het is een heel langzaam groeiende kankersoort waarbij mensen vaak jaren met onbegrepen klachten rondlopen en dan uiteindelijk na de diagnose naar hier verwezen worden. Ik hoop ander nieuws te hebben voor vandaag. Als MDL-arts ben je gewend om zowel met je hoofd als met je handen te werken en hier mag je ook met je hart werken, dus dat vind ik heel bijzonder aan deze plek. Het is ook zo dat je echt de tijd en de aandacht voor patiënten hebt. Dus daardoor kan je ook ten volle iemand begeleiden. Ja. En ook al worden ze vaak dan niet meer beter, dus kunnen ze niet meer genezen worden, dan nog hebben ze een prognose van meerdere jaren. En om daarin zo patiënten te mogen begeleiden en ook echt een band met ze op te bouwen in die jaren, dat vind ik heel bijzonder. Vakanties die ze hebben, huwelijken, trouwdag die ze dan toch nog halen, terwijl ze gedacht hadden dat dat misschien niet het geval zou zijn. Ja, dat maakt gewoon echt mijn vak heel bijzonder. Dus ook dat je de persoon achter de patiënt gewoon heel goed leert kennen. En daar ook op kan inspelen met de keuzes die je samen maakt in behandelen of niet, of iets uitstellen. Waarin ik dus het belangrijkst vind dat ze gewoon het fijn hebben, nog zo lang mogelijk. En als dat dan lukt, dan geeft dat echt een goed gevoel.